Welkom bij Jan Bergfans Electroworld in Boxmeer. Jan Bergfans Electroworld en Verlichting, bekend om onze beste service, eigen technische dienst, deskundig advies door onze verkoopadviseurs en een geweldig assortiment. Ontdek de volmaakte vorm van tv-kijken. Met 's werelds eerste curved UHD-tv van Samsung. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust even langs in onze winkel. Laat u voorlichten door onze adviseurs. Altijd weer acties en beleving met Jan Bergfans Electroworld in de Koorstraat in Boxmeer. Dwelorkest de Joekels gaat op 7 september een nieuw buitenevenement organiseren. Joekel van een tuinfeest. Vanwaar dit initiatief? Nou, we zijn in februari gestart met Joekels gaan weien. Dus de oude try-out, de Joekelparty, is verschoven naar de weier. De formule is, met Stella en Peter Paul hebben we die formule opgezet. Die is erg goed geslaagd. We konden eigenlijk met 400 mensen eigenlijk niet meer in de zaal. Ja. Dus we dachten van het buitentheater wordt veranderd, wordt helemaal geüpdate. Daar zal Stella daar ook wel iets over vertellen. Laten we ook in de zomer een activiteit ontplooien. En dan buiten, daar kan iedereen gezellig erbij zijn. Het is op zondag 7 september vanaf 2 uur, gratis entree. Kunnen lekker barbecuen, daar zal Stella even iets over vertellen. Ja, in het aangepaste, verbouwde openluchttheater, wat is er allemaal gebeurd? Nou, de bult, zoals die van tevoren was, groen met stenen, is veranderd. Het is allemaal bestraat. Er kunnen veel en veel meer mensen op ook een beetje normale manier staan, zonder ergens vanaf te glibberen. Er kunnen stoeltjes staan. We hebben met Muziekpark er 1000 man gehad die droog onder een parachute staan. Dus we hopen op een enorme opkomst, het komende grote tuinfeest. Dat is over 2 weekjes en ik denk dat het weer ons absoluut gunstig gestemd zal zijn. Want stel inderdaad, het wordt slecht weer, het kan gewoon doorgaan. Het kan gewoon doorgaan, want we staan gewoon droog. Dat weten we inmiddels zeker, dus dat is hartstikke lekker. Bij een tuinfeest hoort ook een barbecue, die is ook van de partij? Ja, daar gaan we zeker voor zorgen. We weten nog niet precies wat, maar een beetje afhankelijk van waar mensen zin in hebben en hoe de voorspellingen eruit ziet, gaan we zorgen dat iedereen goed aan zijn trekken gaat komen. De middag kost geen entree. Wat is dan de bedoeling van de barbecue? Dat je hier van tevoren voor opgeeft? Nee, dat hoeft niet. We zorgen gewoon dat er iets aangeboden wordt. En dat kun je gewoon ter plekke afrekenen. Hoe gaat het programma eruit zien? Het programma gaat eruit zien. De JJ Band treedt op. Dit is ons junior joekel band. Dwelorkest Joekels gaat zelf optreden. We hebben 2 orkestbakken, verhoging, podia, mm-hmm. Waar beide orkesten op komen. Er komt tendance, die komen streetdance uitvoeren, die doen verschillende dansen. En verder komt het smartlappenkoor, de harde kern. Zij komen met 80 man sterk en zij doen een hele lange medley, zingen ze met ons samen. Verder is Mark van Hoofd, die komt nog 2 nummers met ons zingen, de Copacabana en een Duits nummer, ik weet zo de naam niet, maar in ieder geval sfeer alom. Verder doen we 2 nummers, JJ Band speelt apart, de Joekers spelen apart, maar we hebben dus ook een gezamenlijk nummer. Van Coldplay maken we nummer gezamenlijk en we maken nog van Eric Clapton Tears in Heaven, een medley. Is dat te doen zo met de repetitie zo vlak na de vakantie? Ja, we hebben heel veel moeten schuiven, dat we toch verantwoord het programma moeten brengen. Maar we zorgen ervoor dat het een sfeervol geheel is. Er is dus van moderne muziek tot heerlijke smartlap muziek, van oud en jong hebben wij wat in petto. En dan gezellig wat dans erbij. Nou, dat komt helemaal goed met zang. Stella, vanuit de Weijer, hier nog iets aan toe te voegen? Nou, ik zou iedereen oproepen om vooral even te komen kijken en luisteren. Want vind je het leuk, dan blijf je lekker hangen. En anders dan loop je naar een nummertje weer verder. Het zit aan het park. Je kunt achterom of binnendoor binnenkomen. Alle kanten goed. We zien jullie graag.